Goedenavond. Het lijkt er meer en meer op dat de Oekraïnse stad Lysychansk in handen is gevallen van de Russen en hun bondgenoten. Volgens Rusland hebben ze de volledige controle over de stad. En als dat klopt, is de hele provincie Lugansk nu in handen van de Russen. Oekraïne heeft de val van Lysychansk nog niet bevestigd. Op sociale media zijn deze beelden verspreid van Tsjetsjeense troepen in Lysychansk. Zij zouden samen met pro-Russische separatisten zijn doorgedrongen tot in het centrum. Het Russische ministerie van Defensie liet vanochtend al weten dat de stad omsingeld was. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военноперацию на Украине. Замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. В очередном котле полностью заблокирована украинская группировка войск. Later kwam het bericht van de Russen dat ze Lysychansk volledig controleren. De stad was het laatste Oekraïense bolwerk in de provincie Lugansk, een provincie die nu dus volledig in Russische handen zou zijn. Oekraïne geeft toe dat de situatie in Lysychansk erg bedreigend is, maar heeft de val van de stad niet bevestigd. Een goede 50 kilometer westwaarts hebben Russische raketten de stad Sloviansk getroffen. Daar vielen 6 doden en 15 gewonden. Sloviansk ligt op een belangrijk knooppunt in de aangrenzende provincie Donetsk. Bij het uitbreken van de oorlog hebben woonzorgcentra in Vlaanderen serviceflats en kamers aangeboden voor Oekraïnse vluchtelingen. De koepel van onafhankelijke woonzorgcentra heeft intussen meer dan 300 plaatsen ter beschikking. Onder meer in woonzorgcentrum De Wand in Laeken. Slowly, yes. Rusthuisbewoner Leopold de Ruik leert de Oekraïnse Olga en enkele kinderen een goocheltruc. In De Wand verblijven momenteel 7 families, goed voor in totaal 27 vluchtelingen uit Oekraïne. We have very good conditions. Olga leeft in een service flat. It's my children and my mom. Hello. Where is your husband? My husband stay in Ukraine. It's not very easy for me because he stay in Ukraine and of course I want to be with him. De 300 plaatsen in de onafhankelijke woonzorgcentra zijn niet allemaal bezet, omdat veel vluchtelingen na een tijd weer doorstromen naar andere opvang. Mensen komen, mensen vertrekken terug en er dagelijks eigenlijk zijn er nog nieuwe aanvragen om nieuwe mensen op te vangen in onze voorzieningen. Vaak eigenlijk nu toch wat we merken dat het vaak mensen zijn die zorgnoden hebben. En er is altijd mogelijkheid in serviceflats, dus er waren nog, het is niet als jij echt plaats innemen van onze Vlaamse bewoners. Wie met de auto op reis gaat, rijdt vaker lek dan vroeger. Dat ziet VAB aan de oproepen die ze binnenkrijgen. 10 jaar geleden ging 1 op de 5 oproepen over een lekke band. Nu is dat 1 op de 3. Volgens de reisbijstandsorganisatie heeft dat te maken met de slechte staat van de wegen. En rijden mensen ook te lang met versleten banden. Maar ook gsm-gebruik achter het stuur kan een verklaring zijn. Al is het wettelijk verboden, veel mensen doen het toch nog tegen wil en dank. En gsm-gebruik zorgt ervoor dat je minder aandachtig achter het stuur zit. Dat je een bepaalde put of een borduur of een scherp stuk afval niet gezien hebt. Met alle gevolgen van dien. En ook de hitte speelt een rol? Ja, de hitte zorgt ervoor dat het rubber van de banden zachter is. Waardoor er een grotere kans is dat je lek rijdt. Dus hoe meer warme dagen, hoe meer lekke banden. Wat u zelf kunt doen om het risico op een lekke band te vermijden, is de auto alvast niet te zwaar laden. Vooraf de bandenspanning controleren en de staat van de banden is ook een tip. En dat kan heel eenvoudig. Een muntstuk van 1 euro, dat stop je tussen de groef van jouw band. En als je dan het gouden randje ziet, betekent dat de groef minder dan 3 mm diep is. En dat duidt erop dat je band versleten is en moet vervangen worden. In Gent is de Plastic Soup Surfer aangekomen. Dat is een Nederlandse surfer die op een elektrisch surfboard van plastic afval van Brussel naar Amsterdam vaart. Hij voert op die manier actie tegen plastic afval, onder meer tegen wegwerpbekers. In Gent werd hij verwelkomd door Europees Commissaris voor Leefmilieu Frans Timmermans. Europa heeft onlangs de 10 meest gebruikte wegwerpplastics verboden. Het bedrijfsleven heeft dat goed opgepakt. Daar was heel veel maatschappelijke steun voor.
En je ziet nu ook dat het bedrijfsleven dat zo heeft geïntegreerd dat ze nu tegen ons beginnen te zeggen, ga nog verder daarin. Want het effect is positief. Er is veel minder plastic in de oceaan terechtgekomen, in de zee terechtgekomen. We gooien veel minder plastic weg. We doen meer aan recycling. En dat is ook de toekomst. We moeten naar een circulaire economie toe. En als je dat met plastic kan doen, kan je dat straks ook met textiel en met andere dingen doen. En op al deze gebieden willen we in Europa wetgeving voorbereiden. In de oostelijke Australische stad Sydney zijn duizenden mensen geëvacueerd uit vrees voor wateroverlast. Het regent er al dagenlang. Grote delen van de stad staan al onder water. En er komen nog meer stortregens en overstromingen aan. Op sommige plekken dreigen stuwdammen over te lopen. The level of the dams, there's no room for the water to remain in the dams. They are starting to spill. The rivers are flowing very fast and very dangerous, and then we have the risk of flash flooding depending on where the rains are. So there's a lot of risk out there that our community needs to be aware of. Het zuiden van China wordt getroffen door een tyfoon. Daardoor zijn er op veel plaatsen in de provincie Guangdong overstromingen. Reddingswerkers helpen om mensen uit het getroffen gebied te evacueren. Er zijn wegen afgesloten en op sommige luchthavens in de regio zijn ook alle vluchten geannuleerd. Dylan Groenewegen heeft voor de tweede Nederlandse ritzege gezorgd in de Ronde van Frankrijk. Groenewegen haalde het heel nipt voor Wout van Aert, die zich alweer tevreden moet stellen met de tweede plaats. Hij mag wel zijn gele en groene trui behouden. Hij had de gele trui al een dagje eerder gewild, maar Wout van Aert is niet minder blij met het geel op dag 2. Bolletjes trui Magnus Kort maakt er een lange dag van. Tussen alweer duizenden wielergekke Denen verstevigt hij zijn leidersplaats in het heuvelklassement. Kort is vandaag koning van Denemarken, al wint hij niet. Want het wordt net als gisteren opnieuw een massasprint. Nu gaat Van Aert aanzetten. Laporte probeert nog te ondersteunen. Van Aert gaat voor de overwinning, maar op links komt Sagan. Ewan zit ingesloten. Van Aert nog altijd aan de leiding. Van Aert of Groenewegen? Groenewegen. Groenewegen. Het is heel nipt, maar het is wel degelijk Groenewegen die zijn fiets een zucht eerder dan Van Aert over de streep gooit. Philipsen is derde. Wout van Aert is voor de derde maal tweede in deze Tour, maar hij staat wel iets steviger in het geel. De Red Panthers, dat zijn de Belgische hockeyvrouwen, hebben hun eerste wedstrijd op het WK gewonnen. Het werd 4-1 tegen Zuid-Afrika. Na een pak gemiste kansen is het Stefanie van den Borre die de 1-0 maakt met een strafcorner. De 2-0 is bijna identiek. Het is opnieuw van den Borre die scoort. Zuid-Afrika kan toch weer voor spanning zorgen. Dit is de 2-1. Maar België scoort nadien nog twee keer. Dit is Anglebert met het laatste doelpunt. Dinsdag spelen de Red Panthers opnieuw, dan tegen Australië. Rock Werchter gaat zijn vierde en laatste avond in. Straks zullen de Red Hot Chili Peppers het festival afsluiten. Om 7 uur gaan we live naar de wei van Werchter en maken we de balans op. Bedankt voor het kijken nu en heel graag tot straks.